nieuwe video. Vandaag heb ik een DM aan Rossmann Shoplog. Afgelopen zaterdag was ik daar met Mariska van doormariska.nl. En we hebben best wel wat leuke dingetjes gekocht. Niet zoveel als normaal, zeg maar. Als normaal sla ik daar altijd in. Maar omdat we nu aan het verbouwen zijn in onze woning, heb ik niet zoveel opslagruimte. Dus ik dacht, ik hou het een beetje binnen de perken. Dus ik hou mezelf een beetje in. Nou waren er ook niet heel veel nieuwe producten uit. Catrice was er nog niet. Ik ben al 3 keer naar een Kruidvat geweest. Naar verschillende filialen. En nou ook bij de DM. 2 DM-filialen. En de Rossmann. En ik heb nog steeds die nieuwe producten niet gezien. Dus ik denk dat ik aankomende week nog maar een keer naar de Kruidvat ga. Want ik heb toch nog wel een paar dingen op het oog die ik wil testen. Maar goed, daar gaat deze video niet over. In de beschrijving zet ik een link naar Mariska's blog. En de prijzen van alle producten. Want die weet ik niet meer uit mijn hoofd. Dus genoeg geklet. Laten we gaan met vaste prik. En dat is de douchegel van de Balea. Die koop je dus bij de DM. Ik begin met de DM spullen en eindig met de Rossmann. Ik vind de buttermilk en lemon echt super lekker. Dus die koop ik altijd als die er is. En dan heb ik een voorraadje. Ik heb er nou maar 2 meegenomen. Maar deze geur vind ik echt super lekker. Het doet me een beetje denken aan een citroengebakje of zoiets. Ik weet niet. Super lekker. Dus ik kan weer even hiervan genieten. En dan heb ik ook een oude bekende meegenomen. Want deze heb ik ook al een keer gehad. Dit is met avocado en aardbei. En ik vind die verpakking ook echt super leuk. Niet dat het daarom gaat, maar het ziet er lekker vrolijk uit. Dus dat was echt wel heel netjes voor mij. Want normaal neem ik echt een stuk of 10 flacons mee. Omdat ik dan toch denk, douchegel gaat bij ons heel snel op. Maar ja, nu niet. Dan heb ik een reinigingswater van Balea meegenomen. Een micellair reinigingswater met houtskool. Als je mijn opgemaakt video hebt gezien, dan zag je dat ik een flacon van Bioré van dit had opgemaakt. En die vond ik super fijn. En die wilde ik heel graag in Duitsland opnieuw kopen. Maar Bioré heeft een heel klein assortiment in Duitsland, denk ik. Want ik zag alleen maar de neusstrips en het 1 minuut masker. En dat was het. Maar toen zag ik deze van Balea. Eigenlijk hetzelfde product, alleen aan huismerk. Denk, misschien is die ook wel zo fijn. Het scheelt me weer een paar euro. Dit ga ik gewoon proberen. Merk ik vanzelf. En van Garnier heb ik een shampoo en een conditioner met kokos. Geur en macadamia. Ik wist dat het een noot was. Maar ja, Garnier is ook een stuk goedkoper dan in Nederland. Ik vind het prijsverschil van sommige merkenproducten echt wel bizar. Want dan denk ik, ik woon 20 minuten van Noordhoorn af. En dan zo'n groot prijsverschil. Het is wel leuk om dan een dagje in Duitsland ervan te maken. In ieder geval, deze heb ik gekocht. Shampoo en conditioner. Ik vind deze lijn heel erg fijn. Ook de groene variant met olijf. Maar dacht ik, neem dit nou. Ik was een beetje in de kokosstemming. Want ik heb meerdere producten met die geur gekocht. Soms heb je dat. Dan heb ik nog een shampoo en conditioner meegenomen. Maar dan van Balea zelf. En dit is met vanille en amandelolie. Deze lijn ken ik volgens mij nog niet. Of wel, ik weet het niet. Ik weet wel dat ik hiervan de oranje versie heb gehad. Die heb ik ook in de opgemaakt laten zien. Die deed niet zo heel veel voor mijn haar. Maar ik dacht, neem hem toch mee. En anders gebruikt Sterre dit vast wel. Die is niet zo kieskeurig qua douche en shampoo en wat dan ook. Die vindt alles wel lekker. En mijn favoriete deodorant op het moment is Rexona. Ik gebruik eigenlijk al jaren de spray deodorant van Odorex. Maar mijn lichaam is daar denk ik een beetje aan gewend geraakt. Want het werkt niet meer voldoende. Dus ik probeer andere dingen uit. En toen kwam ik op Rexona. En dat terwijl dat ik echt een hekel heb aan roller deodorants. Want ik krijg daar best wel plakkende oksels van. Dus ja, een beetje TMI. Maar ik dacht, probeer hem toch een paar maanden geleden. En ik was gelijk dat ik dacht, dit is hem. Ik zag hem in Duitsland staan. En hij was maar 3,25. In Nederland is die 7 euro ongeveer. Dan denk ik, ja. En ook stom dat ik er dan maar 1 meeneem. Want ik doe hier 2-3 weken mee. Ligt er een beetje aan. 2-3 weken. Ja, ongeveer. Dus ik had eigenlijk beter 2 of 3 gelijk mee kunnen meenemen. Maar nu heb ik gelijk een goede smoes om binnenkort weer naar Duitsland te gaan. Dit is eigenlijk niet echt een roller deodorant. Je haalt het plaklaagje eraf. Je draait hem omhoog. En de antitransparant komt hier zeg maar uit. En dat breng je dan aan. En bij mij werkt het echt uren. Dus en nu heb ik de Clean Scent. Ik heb ook wel eens de roze variant. Maar deze is ook prima. En de volgende keer neem ik er gewoon weer een paar extra mee. Het scheelt mij gewoon te veel geld. En dan heb ik nog een maskertje meegenomen. Gelijk 2 keer. Namelijk een chic masker. Dat staat toeg, vandaar dat ik doek zei.
een sheetmasker in de variant Calm Coco. Ja, kokosnoot hou ik van de geur en ook om te eten en te drinken. Ik hou gewoon van kokos. Dus ik dacht, neem er gelijk twee mee. En misschien dat ik er eentje in een winactie binnenkort doe. Maar het is een limited edition, dus ik dacht twee stuks. En bij de DM neem ik ook altijd wat lekkers mee van Vee. Dat is ons hond. Van Frolic, deze, ja wat zijn het, zachte snoepjes. Nou weet ik niet of dit ook in Nederland verkrijgbaar is, want Vee vindt dit echt super lekker. Dus ik dacht, neem een zakje mee. Maar ik ga dit ook even opzoeken hier in Nederland. En als het te veel scheelt, koop ik volgende keer ook gewoon weer een nieuw zakje. Ik koop van de Rossmann. Ik begin met de scrub van Dolf. Dolf heeft sinds kort scrubs aan het assortiment toegevoegd. En in Duitsland is het ook weer bijna de helft goedkoper. Dus dacht ik, neem hem mee. Dit is dan met granaatappel. De geur is lekker. Maar hoe die verder is, laat ik binnenkort weten op een artikel op pinkit.nl. Dan zag ik van Isana, dat is zeg maar het Duitse huismerk van de Rossmann. Een limited edition met koffie en vanille. En daarvan nam ik ook weer een douchemma en een douchecrub. Ze hadden ook een shampoo en een conditioner. Maar daarvan heb ik gewoon nog zoveel staan en ik had bij de DM ook wat gekocht. Dus dacht ik, hou het hierbij. Achteraf een beetje spijt, want de geur is zo lekker. Maar ja, wie weet de volgende keer dat het nog is. En anders heb ik gewoon dikke pech gehad. Van Lab 2, dat merk ken ik niet. Via Instagram zie ik er wel eens voorbij komen. Maar zag ik deze spons. Eye Coconut For You. Dat is een make-up spons die je vochtig maakt. En waarmee je bijvoorbeeld je foundation kan aanbrengen. En nou, ik gebruik geen kasten meer voor mijn foundation, maar sponsjes. Dus ik dacht, dat is een leuke manier om uit te proberen. En ik ben ook gewoon gevallen voor de naam met kokosnoot. Ja, weet je. Het is een spons, dus het heeft niks met kokos te maken. Maar ja, de naam, weet je. Daardoor heb ik het gekocht waarschijnlijk. En bij de maskertjes. Ik zei net al, ik had genoeg maskertjes. Maar de Rossmann die heeft nog meer keuze. Alleen die maskertjes zijn wel een stukje duurder. Dus dat heb ik laten liggen. Maar ik zag deze met hyaluronzuur en goud shimmers. Ja, het zal geen echt goud zijn. Maar deze. En dat zijn twee sachets waarmee je dan twee keer lekker even kan ontspannen. Die. En ik zag deze wattenstaafjes met twee verschillende kanten. Een platte en een beetje puntige kant. En ik maak nog wel eens ongelukjes, zeg maar, of foutjes. Als ik mijn mascara aanbreng. En dit lijkt me een makkelijke manier om met micellair water om die foutjes even te corrigeren. Dat waren eigenlijk de beautyproducten die ik heb gekocht. Dus dat viel echt voor mij een reuze mee. Ik heb nog wel wat eten en drinken gekocht. Of nou ja, eigenlijk thee en wat lekkers. Want bij de Rossmann heb je het merk King's Crown. En die heeft zulke lekkere smaken thee. Dat ik dacht van ja, ik neem weer twee doosjes mee. Ik heb nog best wel veel staan van de vorige keer. Maar kon het weer niet laten. Dit is aardbei slagroom. Deze ken ik dan nog niet. En creamy apple pie. Dit is de favoriet van Mariska. Deze had ik de vorige keer ook. Is zeker lekker. Dus ik dacht, ik neem ook weer een doosje mee. En dan heb ik ook nog wat snoep gekocht. Maar nou weet ik niet of dit nou bij de Rossmann was. Of bij een 1 euro winkeltje in de stad bij Noordhoorn. Dus ik plak het er gewoon even bij aan. Voor Stenger heb ik een zak Skittles meegenomen. Dit zijn Chewies. Ik heb echt geen cowboymon staat er. Ik weet niet wat het verschil is tussen dit en de gewone Skittles. Maar dit zakje was 1 euro. En ik dacht, deze kent ze nog niet. En dacht voor de snoeptrommel. Lekker. Dan heb ik voor Roy. Het is van de week Valentijnsdag. En we doen niet echt een Valentijn. En ik weet gewoon niet meer zo goed wat ik voor moet kopen. Maar ik weet dat hij dit super lekker vindt. Dit doe ik in een Valentijnskaartje. Die krijgt hij mee naar zijn werk. Twee karamak van Nestlé meegenomen. Dit was bij elkaar 1 euro, zeg maar. Ik weet gewoon niet meer wat ik voor Valentijnsdag voor moet kopen. Hij heeft alles. En bedoelt dus door alles cadeautjes. En het gaat ook om het gebaar. Dus een lief kaartje met een lekkere reep. En toen zag ik voor mezelf deze American Bakery pralinees, chocolade en pindakaas. En ik ben gek op chocola en pindakaas. Vooral van Reese's, maar die zijn gewoon een stuk duurder. En ik koop het niet te vaak, want ik weet gewoon hoe het met me gaat. Dan eet ik één ding en dan is binnen een paar dagen alles op. Maar ik zag deze doos voor 1 euro liggen en ik dacht, ik had een beetje trek op dat moment. Ja, ga mee. Misschien niet de beste aankoop. Maar wel super lekker, hoop ik. Nou, dit waren mijn aankopen alweer eigenlijk van de DM en van de Rossmann. Zoals ik al zei, het is niet super veel voor mij doen. Maar toch wel weer een paar leuke dingen gekocht. En het was vooral super gezellig met Mariska.
Ja, dat is het belangrijkste. We hebben tussen het shoppen door hebben we lekker zitten kletsen, wat gedronken, wat lekkers gegeten. Dat vond ik veel leuker. En natuurlijk ook het winkelen. Maar dat was voor mij gewoon echt super gezellig. En ik wilde eigenlijk die dag vloggen. Maar ik dacht, ik wil niet de hele tijd met mijn camera bezig zijn. Zo vaak zien we elkaar niet. Dus ik dacht, ik maak er een shoplog van. Ja, voor sommige producten komt er nog een review op pinkit.nl. Maar van het meeste niet, zoals de shampoos en de conditioners en de douchegels. Die zijn gewoon oké, weet je, dat is voor dat geld prima te doen. Maar misschien over de maskertjes of zo. Jullie zien het vanzelf. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doeg allemaal!